Hij kijkt het meest uit naar het totaal-event. Naar buiten. Ja. Eindelijk ja. in het buiten: dit echt te voelen en te zien en kennis op te snuiven in het echt. Welkom bij Boerderij Uitgelicht. Je wekelijkse update over de pareltjes in het nieuwe magazine en op boerderij.nl, waar je de mooiste reportages kunt vinden. Deze week praat ik met de hoofdredacteur van mechanisatieblad Trekker over de grasdag. Rechtszaken over fosfaatrechten, ze lopen al jaren. Veehouders stappen naar de rechter door de zeer beperkte knelgevallenregeling. Bijna altijd vangen ze bot. De rechter zag geen individuele en buitensporige last voor de ondernemer. Advocaten en boeren vertellen over hun ervaringen met de fosfaatzaken in een artikel van Theo Brummelaar. In het Belgische Kinrooi krijgen boeren afvalwater om in tijden van droogte hun gewassen van water te voorzien. Ook in Nederland is dit een optie. Het water uit de ruim 324 Nederlandse installatie zou genoeg moeten zijn om de droogteproblemen van de laatste jaren op te lossen. Maar er zitten nog wel wat open eindjes aan. Welke dat zijn, legt akkerbouwredacteur Leo Tolhuizen uit. <middels> Gesloten bedrijven hebben voor- en nadelen ten opzichte van gespecialiseerde varkensbedrijven. Over de jaren heen blijkt het een robuuste bedrijfsvorm. Maar soms is het ook lastig, zoals afgelopen zomer, toen de varkens lastig af te zetten waren. Dat werkt door op het hele bedrijf, ziet directeur René Stevens. Op 10 en 17 juni is de Drijf-in Grasdag in Deventer en Appelscha. Alles over gras, van het zaaien tot inkuilen en bewaren. Dit evenement is een samenwerking van Boerderij en Trekker. Dus sprak ik met de hoofdredacteur van Trekker, Bas van Hattem. Bas, de Grasdag. Wat ja. kunnen... Uh, wat we kunnen verwachten op de grasdag is uh, nou, sowieso de eerste keer weer dat we naar buiten kunnen en, uh, en dingen live kunnen zien. Ja, dat is lang geleden. Kijk, het mooie van deze grasdag is dat je echt bij de boer weer over het erf komt en daar eens gaat, gaat kijken. En in ieder geval anders dan, anders dan digitaal, wat wij nu samen doen. Ja. Um, nou, wat kunnen mensen onder andere verwachten? Ze kunnen onder andere verwachten een, uh, een aantal workshops. Uh, over een aantal uh, advies over uh, grassoorten, hoe toe te passen in je randsoen uh, in droge jaren, een droog najaar, droog voorjaar. Ja. Een workshop over uh, de efficiënte inzet van een ruwvoer op je bedrijf. En we hebben een workshop over, uh, een technische workshop, okay. over hoe je um, de analyse van een ruwvoer aan boord van een hakselaar. Dat wordt door John Deere gedaan. Oké, okay. ja. dus dat is echt tijdens het hakselen dat hij dan meet... Uh, wat je eigenlijk precies aan het, uh, aan het binnenhalen bent. Ja. ja, die techniek wordt steeds beter. En uh, ja. een van onze partners op de gras gaat uitleggen hoe dat nu is, hoe het er nu bij staat en uh, wat boeren eigenlijk dan, daarvan mogen verwachten vandaag de dag. Ja, ja, ja. Nou, dus, dus een klein kijkje in de toekomst. Yes. Uh, maar dit is een, een drive-in. Hoe werkt dat? Uh, vertel. Nou, je meldt je aan, je komt uh, met de auto aan, je rijdt een bepaalde route over het erf van de boer. Ja. En uh, daar is een soort van drive-in bioscoop. In die bioscoop krijg je een headset. Een beetje met... alsof we in de jaren tachtig beland zijn. Met ja. -in, uh... Nou, dat. En, uh, en met... dus je krijgt dan ook die workshops, krijg je dan dus via je headset, krijg je te horen wat die mensen vertellen. Ja. En uh, na een bepaalde periode kun je weer doorrijden. En dan krijg je ook een aantal machine demo's te zien buiten. En daarom pretenderen wij niet compleet te zijn, want het lukt nu niet. in het kort Nee, tijds... dat past allemaal niet. Want hoe lang tijd... heb je de tijd om alles te bekijken als bezoeker zijnde? Ik weet het niet helemaal precies, maar volgens mij heb je een totaal tijdslot. Is Ik meen anderhalf uur. Oh ja. En uh, daarin kun je dus alles zien en horen en voelen. Op het einde kun je nog een meet and greet heb je dan? Met uh, als je nog zegt van ik wil toch even die persoon nog even spreken of die vertegenwoordiger ja. of. Dan ja, daar... want dat missen we natuurlijk, hè? we hebben natuurlijk al de hele tijd geen, geen landbouwbeurzen en zo gehad, uh, dat soort praatjes heb je altijd daar, dus dat is wel weer mogelijk. Uh, dat is mogelijk en ik denk dat dat is ook het grote compliment aan uh, aan de mensen die dit nou eventen mogen we het niet noemen, maar deze drive through georganiseerd hebben. Is dat dit de eerste keer weer is dat we dit mogen doen? En ja. dit, dit is weer de opmaat voor hetgeen we voor volgend jaar hopelijk weer wel volledig mogen doen. Ja. En uh, ik denk dat het gewoon leuker is om uh, in plaats van alleen digitaal ook gewoon eens even echt te ruiken en, uh, en te voelen, voor zover dat kan en mag, daar aan, aan de echte machines, techniek en uh, advies en de mensen weer te spreken. Ja, ja, dus waar kijk jij het meest naar uit als, uh, als hoofdredacteur trekker zijnde? Nou, ik kijk het meest uit naar het totaal event. Naar buiten. Ja. Eindelijk ja. Het buiten. De timing is ook nog eens goed. Want ik verwacht dat als de, de dagen zijn. Ja. Dat bijna iedereen de eerste snee gras binnen heeft. Want het gaat nu los. Volop. Ja. Ja. En, uh, dus dat is voor mij de highlight. Om weer echt te voelen en te zien. En kennis op te snuiven in het echt. Ja nou precies inderdaad. Zin in. Mooi weer hopelijk. Ja mooi weer en tot slot. Niet vergeten aan te melden. En uh, check gewoon de website grasdag.nl en de rest wijst zichzelf. Kijk, helemaal goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Vorig jaar kocht BOTE Altenburg een International 423 als opknapper. De trekker was ooit van zijn paken en beppen, maar werd verkocht. Via omwegen is de trekker nu weer terug in de familie. Wat BOTE allemaal aan de trekker heeft moeten opknappen, vertelt u op boerderij.nl. Het zeugenbedrijf Biggenfield van familie Broeders is gericht op de export naar Duitsland. Met pleegzeugen brengen ze hun biggen gezond groot. Hoe dat precies werkt, vertellen Jorno en Marcel Broeders in een uitgebreide reportage op onze website. Soms is er niet één opvolger, maar twee. Kim en Bart zijn zus en broer en ze gaan ervoor. Ze gaan samen het bedrijf overnemen. Zij houdt niet van trekkerwerk en hij niet van papierwerk, maar hun wensen voor het bedrijf komen overeen. Wat die wensen precies zijn, lees je nu op boerderij.nl. Dit was Boerderij uitgelegd. Je vindt de genoemde artikelen in het magazine. En de links naar de reportages online, die vind je hieronder. Tot volgende week.